in regio. Hallo allemaal, mijn naam is Luca en ik sta hier vandaag bij de rugbyclub Dux in Bokstel. Ik sta hier met... Bjorn van Beek, de coördinator voor jeugd onder 12 van de rugbyclub. Vertel Bjorn, wat is rugby nou eigenlijk? Dat is meteen een hele brede vraag. Rugby is een teamsport ten eerste, waar kameraadschap en respect voorop staan. En waarbij je in plaats van wat iedereen kent, voetbal met de bal met de voeten, je hier met de handen speelt. Wat maakt de sport dan zo leuk? Een van de leuke dingen is het beuken zelf, het tackelen van mensen, de contact die je maakt tijdens de wedstrijd. Maar wat voor mij persoonlijk bijvoorbeeld een van de belangrijkste dingen is in de sport, is dat je naast het contact altijd met respect met elkaar omgaat en met de scheidsrechter. En hoeveel leden heeft de club nu? En als in leden zeg maar, als hoeveel spelers? Wij hebben op dit moment vooral in de senior categorie ruim aantal spelers. Wat is dat, de senioren? De senior is boven 18. Boven 18 hebben wij een 40-tal actieve spelers, waarbij een aantal wedstrijden per jaar speelt, noemen we recreanten. En de rest is echt een actieve speler van de selectie. Kijkend naar een team en kijkend naar de wedstrijd die we spelen over het hele jaar, hebben we wel een brede selectie nodig van ongeveer 40 actieve mensen. Dus dat is eigenlijk op het randje om een vol seizoen te kunnen spelen. En hoe zit het dan met de jeugdteams? Hebben jullie op dit moment geen jeugdleden en is dat altijd zo geweest? Nee, we hebben op dit moment een groot gebrek aan jeugdleden. Dat is eigenlijk in een soort van cyclus vaak aan de hand. Voor corona hadden wij eigenlijk best onze zaken op orde en hadden we bijna een team per categorie. Alleen na de coronaperiode zijn een hoop kinderen overgestapt naar de Oysters in Oosterwijk. En hebben wij in de allerjongste jeugd een enorme dip gehad. Waarbij we echt helemaal moesten gaan beginnen van vooraf aan. Dus we zijn nu sinds een jaar druk bezig om het weer op te bouwen. En dat gaat met horten en stoten, omdat het een onbekende sport is. Dus we moeten er hard aan trekken. Ik sta hier met een van de jeugdspelers. Hoi, hoe heet je? Hoi, ik ben Marijn. En hoe oud ben je? Ik ben 10. En speel je al lang rugby? Ja, al bijna 4 jaar. En wat vind je dan zo leuk aan de sport? Ik vind het vooral leuk dat het zo'n harde sport is. Veel contact en zo. Ah, interessant, maar waarom ga je dan niet voetballen? Ja, dat is minder contact en ja, het is niet echt voor mij. Maar vind je rugby dan heel gezellig en eigenlijk wel heel stoer? Ja, eigenlijk wel, ja. Dus je zou eigenlijk een rugbycultuur willen creëren in Bokstel, om het zo maar te zeggen. Dat is mooi dat je het zegt. Ik weet niet of je de plannen gelezen hebt, maar dat is precies wat in een van de eerste zinnen van onze plannen voorkomt. Is dat wij in plaats van elk jaar initiatieven willen ontplooien om kinderen naar onze velden te halen, we echt een beleid willen gaan voeren op de jongste jeugd. En dat betekent dat we eigenlijk moeten gaan werken naar een rugbycultuur. Waarbij je eigenlijk continu instroom hebt naar het eerste team. En dat kan natuurlijk niet in het eerste jaar. Dat hebben we in onze plannen opgeschreven als na 10 jaar willen wij een constante instroom van eigen jeugd in onze senioren. Nou, dat is de doelstelling die we hebben geformuleerd. En we zijn vorig jaar heel driftig begonnen met ons beleid uit te voeren binnen de, in dit geval de basisscholen in Bokstel. En dat zullen we dit jaar gaan uitbreiden ook naar de BSO's in Bokstel. Maar je kunt denken aan clinics. Lessen op school, materialen aan scholen leveren hebben we vorig jaar gedaan. We hebben geprobeerd een scholentoernooi op te zetten. Koningsspelen worden hier gehouden, daar gaan we op inzetten. Verder hebben we een familie- en vriendentoernooi. Dat willen we dit jaar heel groot gaan opzetten met ook mensen die geen enkel verstand hebben van rugby uit te nodigen om hier te komen meedoen en een gezellige dag te hebben. En we gaan in juni en juli naast clinics geven, ook wildrugby toepassen in de wijk. Dus dan gaan we de wijk in, nemen onze spullen mee en dan mogen kinderen gratis kennis maken met onze sport. En rugby, is dat voor zowel jongens als meisjes? En de meiden die doen nu tot de 12 jaar sowieso gemengd mee. Zijn ook iets eerder in de groei, dus zijn fysiek ook echt soms nog sterker dan de jongens. Dat is wel heel leuk om te zien en heel, heel fanatiek. En we zien ook dat het meisjesrugby en ook het vrouwenrugby steeds groter wordt. Nou, over 10 jaar dan zie ik wel dat we richting de 200 tot 250 leden zijn. Dat zou echt heel mooi zijn. Ik wens jullie veel succes met jullie plannen. Ik ben benieuwd. We zullen het zien over 10 jaar hoe het ervoor staat.